In de Nationale Assemblee werd gisteren de brief van OVTNC-minister Jerry Miranda over stopzetting van het radioprogramma 7 Even van Rapar onder de loep genomen. Verschillende assembleeleden hebben hun mening gegeven over deze kwestie. Marinus B., fractieleider van de ABOP, typeerde de brief in eerste instantie als een dreigement. Ook wordt het schrijven van minister Miranda als een vorm van beknotting van de vrije meningsuiting ervaren. Dagelijks worden we geconfronteerd met beknottingen van persvrijheid in de wereld en het vermoorden van journalisten bij de uitoefening van hun beroep. En terwijl wij als volk nauwelijks in staat zijn geweest de agressie tegen de pers in onze recente historie te verwerken, maar slechts de hoop koesteren dat dit zich nooit meer in Suriname herhaalt, worden we vandaag zeer onaangenaam verrast met dreigementen van de regering aan het adres van radiostation Rapa met betrekking tot het programma 7 Even. Wat zijn uw bedreigingen? Ja. Wat voor bedreigingen? Ik verwijs u naar die brief van de minister van OW. Een brief van een bevoegd gezaglid B. Inhoudend een bedreiging, dus ik wil vragen om uw woorden te leggen. Inhoudelijk vinden wij dat dat een bedreiging is. Nee, maar u kunt een brief van een bevoegd even... We kunnen van elkaar verschillen. Nee, lid B, één moment. Maar hoe zou u willen dat ik het moet verwoorden? Lid B, u bent lid van het parlement. Een brief van een bevoegd gezag kan niet zonder meer worden getypeerd als een bedreiging. Zonder dat u daar in concreto aangeeft waar de bedreiging op neerkomt. Dus ik wil u vragen om daar rekening mee te houden. We zitten niet aan de bar, we zitten in het hoogste college van staat. Houdt u daar rekening mee? Er kan een beetje politiek gespeeld worden, maar de regering is niet bezig met brieven, ja, maar de media daarom te bedreigen. Vraagt u, kennelijk dus, hebt u die brief niet gelezen. Dus ik maar wil u vragen. Hoe zou u dat willen formuleren? Als ik mee kan gaan met uw formulering, dan neem ik het over. Vicepresident Ashwin Adin zegt dat beledigingen niet zullen worden getolereerd. Verder geeft de vicepresident aan dat minister Miranda gisteren nog in een goede sfeer een gesprek heeft gehad met de Vereniging van Media-eigenaren van Radio en Televisie. Dat er geen één lid hier bespaard is gebleven met het programma die zo sterk negatief gepolariseerd is. Maar er moet een zekere mate van beschaafdheid en communicatie naar elkaar toe zijn. Daarover zijn we het eens. En als we de lijn doortrekken, dan moeten we kijken, voorzitter, hoe we dat samen moeten doen. Is er enige technische behoefte? Is er enige behoefte om technisch te begrijpen wat er gaande is? De minister is hier. Ik denk niet dat het nodig is. Nee. Ik denk ook dat de minister in zijn rapportage misschien de president mee zal geven bij de beantwoording. Dat na de mediahuizen gehoord te hebben, ook heel wij denken een positieve meeting geweest is, waar de mensen dat goed begrepen. En ik mag zeggen dat het heel goed aangekomen is. Wij gaan er richting toe waar we een zekere mate van goede verstandhouding in de media zullen krijgen, totdat we komen tot een mediaraad enzovoorts. Dat wil ik kort meegeven, ja. Maar u kunt ervan verzekerd zijn dat geen enkele andere vorm van bedreiging of heel van enig soort aard of hiermee bedoeld zal zijn. Maar wel in de richting dat u zelf heeft aangegeven, dat wij dat soort van jargon en beledigingen niet kunnen tolereren in een geciviliseerde samenleving waarin wij in Suriname dat ook hoog houden. Dank u wel. Vicepresident Ashwin Adin. In de Nationale Assemblee werd gisteren de brief van minister Jenny Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie aan de kaak gesteld. Verschillende assembleeleden hebben ook hun mening gegeven over deze kwestie.